Hallo, goedemorgen beste mensen. Nou ja, de goedemorgen, dat kunnen we beter aflaten. Want ik ben me vanmorgen bijna een rolberoerte geschrokken. Om 7 uur, toen appte al het Dijkhuizen mij al met de eerste berichten in het Financieel Dagblad. En de toelichting op de stikstofdeal die Sjaak van der Tak namens LTO gesloten heeft. Met Bouw in Nederland en een hoop natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en dergelijke. 60% reductie in plaats van 26 zoals Schout in de wet heeft vastgelegd. Ik vraag me af, waar heeft hij met zijn hoofd gezeten de afgelopen tijd? We weten dat 26 al een hele zware taak is om dat überhaupt te volbrengen. Nou gaat hij door naar 60%. Sjaak heeft geen mandaat, hij is geen gekozen voorzitter. En ik wil je bij deze één ding zeggen, Sjaak. Die 60% die geldt alleen voor de LTO-leden en niet voor de FDF-leden. Dat kan ik je in ieder geval garanderen. De FDF-leden hebben jou geen mandaat gegeven om zover te reduceren. Als jij wil reduceren met jouw LTO en je wil voor heel Nederland 60% halen, prima Sjaak, prima, ga je gang. Dan moeten die paar LTO-leden die er nog over zijn, die moeten dan in ieder geval misschien 99% reduceren. Voor ons allemaal prima, maar daar blijft het dan ook bij. De FDF-leden, daar blijf je gewoon af, want je mag alleen praten over je eigen leden. Dat die LTO-leden dat accepteren, dat snap ik ook niet. Maar goed, het is aan hun om daar iets over te vinden. Daar wil ik in ieder geval eventjes als eerste reactie kwijt. En wat ik zo hoor op de app, want het is een ontiegelijk aan het ontploffen overal. Maar FDF-leden niet getreurd. Wij blijven gewoon op de wettelijke norm zitten. En gaan ze die wettelijke norm verhogen. Want ik voel dit als een soort voorbode van de formatie. Dan gaan wij laten zien en laten voelen dat dat niet gaat gebeuren. 26 is echt de max en geen procent meer. Laat dat duidelijk zijn in Den Haag. Maar laat dat ook zeer duidelijk zijn op het LTO-hoofdkantoor. Want alleen boeren beslissen over boerenbelang. En niet een of andere ambtenaar of iemand die ingevlogen is van her en der. Wij boeren hebben het heft zelf in handen sinds dat wij als FDF opgestaan zijn. Dus bij deze, veel succes ermee, maar FDF doet niet mee. Bedankt en tot ziens.